action. Het is speciaal, Chonk. Wij zitten in Forza Horizon. We doen ons best. Uitzicht. Chonky op de dash. Wauw, we bonk zijn op avontuur. Weet niet, nee. Chonk. Oh, oh, sorry, Chonk. Het ging nu al mis. Kijk eens wat een natuur. Er is overal natuur. Wij zijn net Freek Vonk. Bomen en auto's. Dit is Forza. Forza Goliath. We doen de Goliath, alleen dan een eco. Wat een eco. Ik kan je laden, ja. Wij gaan zelfs een tunnel in. Dit is extra spannend. Wow! Chonky pult de gas. Skrrt, skrrt. Wow, flitsbaan in de tunnel. Vet coole shit. Chonk, denk ik, neem gewoon die lijn mee. Wow, we gaan gewoon van de ene berg de andere berg in. Nog een tunnel in. Is het een berg? Kijk, ik heb het zo stil daar. Oh ja, daar is inderdaad een ruïne daar. Shit, shit, Ruben, shit. Dat is net te laat. Wow, kijk! Wow. Oh, gast. Een echt Duits dorpje. We hebben de volledige Duitsland-ervaring hier. Dit is beter dan snelweg. Zelfs een rivier. En we gaan weer een tunnel in. Wow. Dit was van Bokkie toch ook wel. Oh, je had je kunnen reffen, Bokkie. Terugschakelen. Oh, zakelijk. Hier, gratis reclame voor dit bedrijf. Wow. Wow. Duitsland ervaring. Check dat echt Duitse gehuis daar. Wow. Wow. Duitsland met bomen. Wow. Hier is ook water. Hier kunnen we vissen inderdaad. Kom, we gaan in plaats van naar de ring gaan we gewoon vissen hier de hele dag. Zonder vishengel. We gooien gewoon Ruben in het water. En dan zeggen we, vang alles. Oh, hier, water. Versnelling, versnelling. Waar komt het water vandaan? Uit die berg. Uit de bergen. Ja, ook gewoon uit die berg. Wow, dat is een bruggetje. Dat is echt vet. Ik zou er ook niet willen wonen. Kerkje, gewoon uit Far Cry 5 gestolen. Of in Amerika. Hier is wel gewoon in één keer een random winkel. In the middle of nowhere. Ik ken hoe Duits het hier is. Maar het had ook zo, ik weet niet. Oh, een man met hond. Die doet hondentrain dingen, zag je dat? Oh, we hebben zelfs een trein. Ja, trein in Duitsland is dan niet echt per se iets goeds, maar. Hey. Jongens, wij hebben uitzicht en we hebben een probleem. Of ja, wij Zico heeft een probleem. Hij heeft problemen met de turbodruk. Maar wij zijn helemaal aan de andere kant van Duitsland, denk ik. Want wij zitten gewoon in the middle of nowhere, tussen de kerstbomen. Dus ja, hopelijk komt het snel goed, Swinky. Succes! Hier kon ik gewoon de weg naar beneden komen. Nog maar een kwartiertje. Wow, we hebben een auto gevonden met een goon. En een man op een motor, maar vooral een auto. We zijn ook echt gewoon in hartje Duitsland. Hier is weer een kerk, overal zijn kerken hier. Een raceauto aan de muur. Nürburgring, daar gaan we naartoe. Nog meer raceauto's. Een dikke Nissan. Wow. Hier, kerkje. Wat een vibes. Of als een auto die snel uitzien. Niet zo snelle oma. Vet. Ik heb een Mustang gespot. Toch bolle Jens. Het stond op het bord. Maar we moesten helaas door van Chonk. Zelfs de zon is doorgekomen. Wow. Wat een leven, wat een leven. Nog 6 minuutjes en dan zijn we er al. Nog een kerk. We hebben er al 1000 gezien. Chonky, dit is bebouwde kom. Nee, dat is niet waar, maar... Ja, de kom is wel bebouwd. Maar als je moet ook wel een snelheid gaan pleuren nu. Oh shit. En we gaan daar rijden, denk ik. Ja. Wat is dit chillen, hoor? Dat was een Dodge. Skrrt, skrrt.
Chong zit ook wel een soort van op de ring, maar dan anders. Trek die andere baan. Chong, ik heb nog nooit gegleden met auto. Pas op, lawinegevaar, rotsblokken op de weg en een viewke. Kijk nou hier hoe die wegen hier eruit zien. Ik ken nu eigenlijk de auto echt goed voor de eerste keer. Wat is dit? Runt van gas? Runt van gas? Dat betekent dat je harder op het gas moet trappen. Kijk hier man, we gaan nu nog de mountains in. Ze hebben hier zelfs borden met titties erop. Kijk hoe de bossen eruit zien. Allemaal bomen en ruimte. Oh, daar is de ring. Daar is de ring. Daar. Dat is de ring. Ons eerste stukje Nürburgring van vandaag. We zien de ring. We gaan er onderdoor rijden. We gaan er onderdoor rijden. Oh. Ik hoorde een dikke vette bang van een uitlaat. Vet. Oh, hier is een of ander iets wat een beetje... Dit is de blauwe. We zijn er bijna. We zien dat. Hier zijn de bordjes. Okay. Er is nog een stukje. Oh, hier is wel iets. Ik kan nul footage gebruiken. Is dat een Supra? Wouter, weg. Oh, shit. Dat is de blauw. Oh. De achtbaan. We zijn gearriveerd. Hier moet je naar rechts op die rotonde en dan gaan we kijken waar we de bongs kunnen vinden. Bongs. En 10 euro bereithalten. Ach nee! Ik vind het ergens of hij ons... Ruben heeft meisjes gezien in de spiegel. Doe niet filmen, maar je bent echt... Jij hebt geen geld en toch gaan we deze parkeer... Het is de schermauto, wij moeten hier erop. Bas is aan het regelen. Want we zijn de Zico kwijt. Oh, Bas zegt, ik zie je wel komen. CEO of Corinne Balls. Nou, Bali is net weer weggestuurd. Maar hij is er in ieder geval weer bij. We hebben Bali en een dikke Mustang. Maar Bali heeft een illegale ticket. De snelste auto van de grid. Hij is te laat. We zijn bij de achtbaan die het niet doet. Dag van last in de vlog. We zijn aan het lopen. Bandjes. Auto's. Hoi. Hier hebben ze de zweetmobiel, maar dan anders. Lars, wat vind jij ervan? Ik vind hem mooi. Mooi. Ruben, wat vind jij? Heel mooi. Wow. Ik zie hem niet, hij is gecamoufleerd. Hij gaat een jochie rijden. Dat is onze driver van vandaag. Hij gaat rijden. Ja, hij zegt, stap in mijn vrienden, ik ga nu rijden. Erik ziet dingen, hij zwaait, lachgespot. En ik zie een gratis schoenmachine. Hij boort. Hier is de benzineprijs duur. Zieke wielen, zieke rims. Oh, hij gaat sliden. Oh. Hij gaat er vandoor. Wij staan tegen de andere auto aan. Mooi ding. Deze auto is getaped. Die dak hier is een grindbak, die ligt nu daar. Goeie lip, niet zo.
Dit is een hele boze man, hè. Hele fijne wagen, zie ik hier. Wat vinden we hiervan? Ik vind het goed. Ik vind het heel goed. Hoeveel zal zo'n ding kosten? Geld? Er is ook een Dacia, maar een man die ervoor gaat staan. En dat is Erik in zijn natuurlijke habitat. Hallo. Nu lopen we op de grid. Ja, wij stonden net bijna. En daar is het. Maar je ziet het helemaal niet. Nee. Oh. We kunnen het Oh.
Je hebt het gewoon niet vlog. Ik heb het op beeld staan. Als onderdeel van de ervaring word je ook gewoon omver gereden. Wat vinden we daarvan? Ja, opmerkelijk. Oh, ik hoor een bouwwoordalarm. Thank you.
Das. En wat vind je nu? Pak een lekker jongen. Daar is een auto langs de kant. Zijn er lasten? Los van eigen ogen niet. Hij zegt, wow, dat is een dikke auto. En daar zijn de goons. Dus Tubin, wat vind je ervan? Ik vind het een hele mooie en unieke dag wat we vandaag hebben. Bier. Ruben gaat ervoor om helemaal lam te gaan. We zitten nu in de mobiel, want we gaan nu naar de volgende plek om te kijken. Zeg je, die proeft best. De blauw. We hebben een viewke vanaf de parkeerplaats. Smeekie wil er niet op, maar Smeekie is te laat. We liggen gewoon echt in de middle of nowhere. Nee, Smeekie rustig. We hebben een nieuwe plek. We zitten weer gewoon in een bos. Het is momenteel min 5400 graden Celsius onder nul. Meneer denkt, nou moet ik hier vandaag lekker wachten, lekker bouwen in mijn huis. Weer verrast.
Nou, Erik, het is 4 uur geweest. Wat vond je ervan? Ja, het was gewoon een prachtige dag, hè? Prachtige rij. Voor 10 de overwinning. Maar het was toch wel koud. Het was toch wel koud, dat moet er wel bij gezegd worden. Het was een koude reet. Nee. dan mocht de pret natuurlijk niet drukken. Voel je je wel welkom als bonk? Ik voel me heel welkom als bonk. Zeker in Duitsland. Dat is zeer goed. Die Duitse gastvrijheid, ze hebben ons verwelkomd. Dat is ongekend. Alsof we hier al jaren komen. Dat is mooi om te horen. Helemaal top. Ja, de laatste waaitjes. Die zijn allemaal laatste. Nu gaan we lekker in de regen terug. Regen. Daar gaat er een tweede kaart. Kun je waarschijnlijk niet zien, maar die staat er wel. De eerste van de dag. Daar gaat hij. Nu komt het volgende deel van de ervaring. Buiten het mooie uitzicht moeten we nu de tijd vol krijgen. Want het is, heb je juist de tijd staan, daar. 4:30. En om 5:00 gaat de pizzeria pas open. Dus we moeten even gaan kijken of dat die tijd aan doet. Maar het is hier wel een mooie omgeving. En allemaal auto's. En deze langzame koen voor ons die ons een beetje af moet snijden. Helaas hebben we al van de balie afscheid moeten nemen. Die is al naar huis gereden. Jammer en vervelend. Maar, Tuutman, wat vond jij ervan? Ik vond het echt geweldig. Dat is een zakelijk zeer juist correct antwoord. Er zijn goons gespot in de verte. Goons, allemaal goons. Goons. Wat zeggen we ervan? Verschillende goons. We hebben verschillende goons gespot. Goons, goons. Club goons in het wild. Goons. Nou, ik ben echt groot. Helemaal verbrandde alle zon vandaag. We gaan nu richting de pizzeria. Oh, Jonko, je even lab. Lab, Jonko. Lab, man. Ik kan niet op ja, hij komt toch op de vlog. Nee. Maar hij blauw bij elk moment. Nee. Jawel. Jij hebt pech, Chonky. We gaan nu richting de pizzeria. We hebben net binnen nog even gezeten. Even een beetje gechilled. We gaan wat pizza eten. En waarschijnlijk een pikkeltje drinken. Vet cool die shit, ouwe. De boys zijn aan het rollen. Kijk, ze rollen hier. Alleen Bali mist. Wauw, wat moet ik doen? Mooi. Vind ik mooi. Bonks on tour. Wat hebben we hier? De pizzeria. Kijk of je plaats is, want dan hoeven we niet daar bij de rest van de goes bij de Aldi. Oh, een Nissan. No. Nazi, please. Al die boeren. Mannen drinken bier. En de rest cola. Bier! En er was opeens pizza. We rijden nog samen. De pizzeria was goed. En nu gaan alle bonks weer weg. Het was een feest. Op naar de terugweg. Wat een boze voorkant. Net zo boos als die honden die in die auto zitten. Het is een Labrador. Een Labrador. Een hondje. Hij is het er niet mee eens. Hij zegt bleh. Daar gaat de bokmobiel. En daar gaan de mannen. De Lexus. We'll be right back.
zijn lekker aan het racen door de bergen. Het was een mooie dag, was een mooie dag. Helaas zijn we weer aan het einde gekomen van een mooie dag. Moet je nog anderhalf uurtje naar huis rijden. Het komt helemaal goed. At the shows I'm about to start handing out programs, cause y'all need to get with the program. I'm a grown ass man, call me pops, fuck around and take your phone ass man. Everybody know Jack, but they don't know Jack, man. They just know I got the flows and the hoes and the packed out shows. Ain't too many cons when you playing with the pros, except for how your life get exposed. But I make that sacrifice for the life that I chose. I know in Toronto they got salt for the roads, but school's closed to Kentucky, so I like when it snowed. The kids carry chopsticks, not for rice in a bowl. School counselors are... Wij zijn weer terug in het Nederland. En het is veel donkerder, maar de lens van de iPhone zegt gewoon dat het licht is buiten. Crazy. Jazeker, en wij zijn ook alweer bijna terug. Moet gewoon wat snaps zijn. We zijn alweer bijna terug. Ook rennen voor ons, de rest is al afgetaaid. Jonkie dan thuis af. En dan was het dit helaas alweer. Duimpje omlaag. Het is buiten echt een stuk donkerder, maar het lijkt gewoon licht op mijn telefoon. Ja, maar het is ondertussen 20:21 uur.